Nou, goeie. Goeie. Ben dit alle goede voornemens? Nou, zo lijkt het wel, hè? Ja. Of toch niet vaker? Zag? Nou, maar doch, nou, wij doen dit net heel vaak. Vaker? Nee, maar het is wel onderdeel van een goede voornemens, hè? Jawel, hè? Ja. Toch ja. Meer naar buiten. Ja, dat ik. En ik ken wel weer wat kilo's al, hè? Ja? Ja. Okay, ja, dat zal ik net zeggen, want dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Ja. Ja, dus zodan, we toch wel trotseren de kjeld in de wien maar eventjes aan een blokje, joh. Ja. En je merkt je ook wel. Ja, maar en hoe ken je elkaar dan? Ja, nou. Dat is net heel natuurlijk. Jawel, ja. Ja, verkeersen, denk ik, hè? Verkeersen in de feestjes. Ja. Maar je hem toch dat net vaker te keren dan? Nee, want ja, zijn nog en dan kun je maar zo te praten om toch nog even op oren mee te wat bieten praten, hè? Dus nou, daar wil je het mooi, dat tiert even voor. Ja, en waar heet het dan oer? Nou, wat we dieren hebben, oort en nij. En nou, de dwarfsraddels even terugnemen. Ja. En Roger, nu praat. Nee, hè? Nee, even hoe de benen en hoe de squallen. Nou, hier nou even hoe het hele corona-verhaal. Hoe lang het nog gaat doorheen en wat de aardjes doorgaan, hè? Ja. Dat het sneuvelen, dat de benen thuis zitten. En dat de rest van de wereld, die gaat gewoon terug met hun dagelijks leven. Ja. Maar ja, het is net als. We moeten er nog even terug in bieden. Aarsen en spuiten en dan kunnen we gewoon verder met ons leven. Ja. Want heb je verder een protte lijst ervan? Van de corona? Ik had hand. Ja, hand, ja, ik had bij de hand. Oh, ja? Ja. Ja. Ja, je zit in de gevaar. Sorry. Ja. Nee. Hoe ken dit dan? Ja, het is al achter de reg gelukkig. Maar ik heb eigenlijk net zoveel klachten gehad. Dus ik ben wel heel gelukkig wat dat betreft. Ja. Ja. En dood dan? Ik ben wel heel flink ziek geweest, ja. Ja? Ja, maar goed. Een zware griep of zo. Oké. Okay. Denk ik. Zo veel, denk ik. Vier dagen koorts, zeg maar. Geen smaak, geen reuk. Nee. Dreig, maar nou gaat het wel weer goed. Nou, ligt het is meer slechte conditie, denk ik. Let het erg horen. Ja. En qua werk is het, ik werk in het speciaal onderwijs, dus een kwijt zwaar doelgroep. Dus ja, voor die bergen is het natuurlijk pittig. Ja. Dus wij zijn gewoon aan het werk, waar de leerlingen in lietse groepjes komen. Ja. Ja, zij mag je nog wel met squallen. In de liefste groep kun je de meter, maar andere bepaalde afspraken natuurlijk. Ja. En een aantal die de examens dwang in het hier, die laten komen. Ja. Ja, ik vind het best wel heel dreig. Ja. Voor hem heel dan natuurlijk. Ja. Want juist ik de resultaten achteruit gaan, nou zullen we meer online doggen? Nou ja, wij hopen vanavond dat we ze online krijgen. Hè. We hebben een doelgroep die dit niet zal je. Sowieso is maar gezicht voor de camera is best heel lastig voor een aantal. Hè. Die willen net online met hun leerkracht natuurlijk als puber zijnde voor de camera. Dus ja. We zijn zo blij dat we een aantal squalen komen voor de kinderen. Hè. Dan hebben ze het best in beeld. En voor deze doelgroep is het wel belangrijk. Hè. Dus, ja. Nou, je moet ook maar snel verder, want het ja, is koud. Ja. Succes, hè? Ja, dankjewel. Jo, je mag. Hoi.